Hey mensen, super dat jullie kijken bij een nieuwe video van mij. Mijn naam is Ruben en vandaag doen we heel even Roblox spelen. En dit is een andere game, deze heet Amersfoort V2. Binnenkort komt V3 uit, heb ik gehoord. Ik ben HR in deze game bij politie en brandweer. En vandaag ga ik jullie laten zien wat de brandweer allemaal voor voertuigen heeft. Binnenkort komt er ook een politievideo daarvan, een andere video daarvan, waarin ik dat bij de politie doe, want daar ben ik ook HR. Dus we beginnen aan deze kant. Zoals jullie zien, we hebben hier een mooie T6. Waarom staan trouwens de zwaailampen niet aan? Wow. Ze snel de zwaailampen aan. Als die meewerken. Ja, die werken mee. Top. Dit is een mooie T6. Ook al wel, wordt ook wel, dit is gewoon de T6 voor de OVD brandweer. Dus ja, als er een melding is dan, en iemands huis staat in brand, dan gaat de OVD kijken wat kunnen we nog doen, is het nog woonbaar, ja of nee, dat soort dingen. Gaan we verder naar de volgende auto. En weer het duikteam, dus als iemand op het water ligt, op een eilandje of zo, of een auto onder water, komt deze auto dan met het duikteam. En dan gaan mensen, ja, daar hebben ze een speciaal duikpak voor en alles. Ja, dan gaan ze me zien op te duiken. En dan kunnen we verder gaan naar de ladderwagen. Ook een super mooie auto. Dat vind ik tot nu toe een van de mooiste auto's bij de brandweer hier. In het echt en in de game. Een ladderwagen. Super dik ook. Dus ja, eigenlijk kan in de game volgens mij niet omhoog. Alhoewel, dat denk ik niet. Maar dan kunnen we gewoon zo doen. Alhoewel, het moet wel HR/HC zijn. Kan je gewoon in roleplay doen en dan kan je zo spuiten. Dus ja, dat kan je dan wel doen. Zo. Dus dat is ook een super mooi ding. Vooral hier staat ook Amersfoort op en dat soort dingen. En dan gaan we door naar de laatste auto, de DS. Ook een super mooie auto. Die gaat standaard, eigenlijk bijna wel standaard naar de melding toe als eerste vaak. Als er gewoon een brandje is, dan gaat de TS er als eerste heen. Waarom zit je hier trouwens? Is nee. Je kan ook de luiken open doen. Als dat even mee wil werken, dat zou ook wel leuk zijn. Ja, dat wil meewerken. Oké, top. Dus ja, ik hoop dat jullie... Dit zijn de auto's, dus de... Nou... Dus de TS, de ladderwagen, het duikteam en de T6. Oftewel de OVD van de brandweer. Wordt dat ook wel genoemd. Dus ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Druk dan zeker weten even op die like knop. Vergeet niet te abonneren. En dan zie ik jullie hopelijk de volgende keer terug bij een nieuwe video. En dan zeg ik zoals altijd, laters!